Ik ben Karenze en samen met Marieke hebben wij een kerkje gekocht in Asten. Daar hebben we een bedrijfje genaamd In de Gloria. Onze vraag is aan de Kamer van Koophandel. We werken met verschillende doelgroepen. Hoe gaan we dat aanpakken in de algemene voorwaarden? Karenze en ik hebben samen de kerk gekocht vanwege de bijzondere ruimte. We willen die ruimte gaan verhuren als mensen iets te vieren hebben. Te noemen is een bruiloft. Ook als je al een aantal jaren gelukkig getrouwd bent, kun je hier ook een feestje houden. Ook voor de zakelijke markt willen we ons voornamelijk oprichten. Voor bedrijfspresentaties, netwerkborrels, recepties. Ja, ik denk dat het een inspirerende ruimte is. Dus dat daardoor ook wel vraag naar zal zijn. We willen ook zelf een stukje gaan organiseren. Dat valt dan een beetje onder cultuur. Cultuur en kerk gaan denk ik best heel goed samen. We willen exposities, optredens, maar ook cd-presentaties, boekpresentaties. We willen het eigenlijk zo breed mogelijk houden. Mijn compagnon Karenze is van huis uit bloemist en daardoor vullen we elkaar denk ik ontzettend goed aan. Zij is de creatieve kant van ons. Niet alleen workshops gaan weergeven, seizoensgebonden, maar ook bijvoorbeeld voor een trouwerij kan zij de bruidsboeketten maken. Ze kan voor een afscheidsdienst het rouwbloemwerk maken. Dus ja, sowieso het aankleding van de kerk. Het is een voormalig protestants kerkje. Het kwam te koop omdat de gemeenschappen Asten en Zomeren bij elkaar gingen. Dus voortaan worden diensten in Zomeren gehouden. Wij zagen kans om dit te kopen en ik denk dat we hier proberen om voor de gemeenschap van Asten toch behouden te laten blijven. Ons motto is eigenlijk ook een beetje, u heeft een idee, wij hebben de inspiratie. Heel veel mensen blijken zelf al een fantastisch idee te hebben en als wij daarin mee kunnen denken is het voor ons gewoon fantastisch. Dus mensen komen al met mooie ideeën en die gaan wij proberen uit te werken. Ik heb begrepen dat je een vraag hebt met betrekking tot algemene voorwaarden. Omdat jullie dus voor meerdere partijen zeg maar, diensten aanbieden en ook meerdere activiteiten hebben. Op zich kun je meerdere algemene voorwaarden gebruiken. Aan de ene kant bijvoorbeeld richting particulieren en aan de andere kant richting bedrijven. En wat je ook kunt doen is per activiteit een aparte algemene voorwaarde maken. Dus bijvoorbeeld voor bloemschikken, voor het workshop gedeelte en ook andere activiteiten die je hebt, daar kun je aparte algemene voorwaarden voor opmaken. Oké, en wordt het dan niet zo'n gigantisch dik boekwerk? Nee, op zich kun je inderdaad ervoor kiezen om gewoon allemaal aparte algemene voorwaarden te gebruiken. Zorg wel dat de voorwaarden die erin staan niet onredelijk zijn. En dat je van tevoren communiceert met de klanten. En in principe is het mogelijk om ze per A4'tje zeg maar, te gebruiken. Of naar de particulieren toe, of naar de bedrijven, of per afzonderlijke activiteit. Oké, dankjewel. Graag gedaan.